Tegen Corso weekend, Corso Zundert, zijn wij gistermorgen gestart in een viertal soorten, totaal 20 kisten te plukken. Vervolgens zijn wij vanmorgen gestart om 10 uur met een grote groep, 25 tot 30 plukkers. Wij gaan door tot 4 uur, half 5, totdat we het met elkaar beu zijn. Dan kijken we hoe ver dat we staan. En op basis daarvan gaan we zien of dat we het morgenochtend afmaken. En tot slot gaan we zaterdagmiddag de grote napluk doen in die soorten waarin we dus nu alleen de grote eruit plukken. Daar komt het op neer qua plukken. En hoeveel dahlia's heeft u dan ongeveer geplukt voor de buurtschap het Molenstraat? Ons bloemenveld, maar dat geldt voor elk buurtschap, wordt elke week geschat op basis van de opkomst van knoppen en bloemen. En wij hebben met elkaar voor dit weekend ingeschat 600 kisten. Dus tot en met zaterdagmiddag, de napluk, zouden we met elkaar totaal aan 600 kisten willen komen. En dan hebben we het over 600 keer hoeveel bloemen? Gemiddeld per kist 400 stuks. Het is afhankelijk van de grootte van de bloem. Voor de ene soort kunnen er maar 300 in een kist. In een andere soort kunnen er 400, 450 in. Dus wij gaan gemakshalve op gemiddeld 400 in een kist zitten. Ja, en dan heeft u het toch wel over honderdduizenden. Ik reken even vlug zo'n 300.000 dahlia's die jullie geplukt hebben. Eén voor één. Eén voor één, ja, klopt. Ik dank u wel. Ja. Hij komt niet meer bij. Ja, maar zo lekker. Ja, lekker. Ja, Jankies is denk ik nog. Nou, hij is wel een lapmaal. Die vindt het rare genoeg. Ja, jawel. 1, 2. Die heeft een ontsteking in zijn schouder. Hij zal erop bij zetten. Dus medicijnen gehad. Toen heeft hij dus een keer de Maak gewoon jullie nou toch.